Che. Dat is een goede opening. Van Michem. Zander, goed gespeeld. Van Michem moet het heel erg meezitten. Veerman sterk. Veerman, och, wat een mooie goal van Veerman. En zo staat ADO na een klein kwartiertje op 1-0. Nummer 14 van het seizoen voor de spits van ADO Den Haag. Na een uitstekende aanvalsopzet. Ingeleid door deze combinatie met Van Michem en Van der Zanden. Dan zit het ook wel een beetje mee hoe die bal daar uiteindelijk valt. Maar dan doet Veerman natuurlijk alles wat een spits moet doen in zo'n situatie. Uitgekomen bij Che. Meer is aan de wandel. Justin Che terugleggen. En 2-0 ADO. Dat leek toch een houdbare bal, maar niks is minder waar. Vegan met de 2-0 voor de thuisploeg. En daar zal niemand verbaasd over zijn dat het zo loopt. Want Emmen is echt onthutsend zwak vanavond in Den Haag. En ADO is heel behoorlijk. En drukt dat krachtsverschil dus inmiddels uit in de 2-0. Al leek dit toch echt wel een houdbare bal voor Hoekstra. Van der Zand. Komt er toch nog met de bal uit Van der Zanden. Inmiddels daar weer opgedoken. ADO met 4 man richting het 16 meter gebied. Van der Zanden met de voorzet. En Veerman! Eigenlijk nog een beetje de weg gelopen door ploeggenoot Ideo. Ja, kijk naar de lichaamstaal van Veerman. Die natuurlijk een patent erop heeft om tussen de ballen dan ineens kiezelhard binnen te rammen. Maar hij heeft last van Ideo. Die loopt hem letterlijk voor zijn voeten. Veerman, Van der Zanden, goede combinatie van ADO. Nou, eerste balcontact, Alex Schalk, maar geen 3-0. Voorkomen door Hoekstra, die bij de 2-0 zo slecht uitzag, maar dit natuurlijk gewoon goed doet. En Emmen nog enigszins in de wedstrijd houdt. 10 seconden na zijn entree. Een dot van de kans na een uitstekende ADO-combinatie. Absalem. Van der Zanden, een soort magneet van die bal op hem af, Van der Zanden. Is nog altijd fris van der Zanden. Oh, wat mooi gedaan van Jort van der Zanden. Veerman uitgeroepen tot man of the match hier in het stadion. Maar dat had ook zomaar Jort van der Zanden kunnen zijn. Want wat is hij belangrijk, ook vanavond weer. Maar wat was er allemaal met Emma aan de hand? Wat is er al lange tijd met Emma aan de hand? Maar vanavond in Den Haag, zeker in de eerste 45 minuten, was het echt ontluisterend wat de ploeg van Fred Grim op de mat heeft gelegd. En ADO sluit gewoon weer aan bij de top van de keukenkampioendivisie aan de hand van het goede kwartet voorin.